Einde van de week. Einde van deze sprint van 1 week. Dus wat daarbij hoort is een review. Laten zien wat er daadwerkelijk is gebeurd. En dan mag daar ook commentaar op komen. Om eventueel te verbeteren voor een volgend stuk. Nou, wat heb ik gedaan? De standbuis verbergen. Ga ik zo meteen laten zien. De elektra is gedaan. Het plafond is dicht. En keukenstuk klaarmaken. Nou, als ik dan een lessons learned heb, is dat de afvoer, die ik een beetje zo hierin verstopt had, voor de afzuiginstallatie. Nou, dat was zoveel werk, dat had echt wel een eigen kaartje mogen hebben. Eigen PBI. Maar, gaan we nu eens even het echte resultaat zien. Kijk, er is echt nu een plafond. Het ziet er heel anders uit dan begin van de week. Kijk, komt ie. In de keuken, daar gaan we ons deze week op richten. En wat je ziet, het plafond. Ja, wat je daar niet ziet is natuurlijk alle elektra, behalve wat er uit het plafond steekt. Maar je ziet dat het één geheel is geworden. Het stuk wat ik erbij uitgebroken heb. Ik heb het voor elkaar gekregen om de koof zo minimaal mogelijk te doen. Ondanks dat daar 15 centimeter dikke buis zit. Met alle dingen die daar voor nodig waren. Heb ik daar zoveel mogelijk weggewerkt. Deze koof hier om de standbuis. Die heb ik met het verhogen zo voor elkaar gekregen dat er maar een heel klein puntje daar scheef is. Nou, anders dan zou dat echt wel 20 centimeter lager of zo zijn. 25 centimeter lager. Dus nou, zo valt het niet zo gek veel op. En hier die ijzeren balk, die is ook weer weggewerkt met een stuk hout. Dus, oh ja, en allemaal randjes heb ik weggewerkt die op die uitstaken. En dan kan er hiermee kan gestuukt worden. En dat gaat volgens mij halverwege volgende week gaat dat gebeuren. Dus misschien dat ik er nog wel even een keertje doorheen moet en nog wel een paar dingetjes. Maar ik ben heel erg blij. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik mijn plan helemaal zou halen. Maar toch is dat gelukt. Met een beetje bikkelen. Ja, en hoe ik dat allemaal gedaan heb. Ja, dat is ook gewoon de afgelopen 3 dagen niet verwerkt in filmpjes en zo. Dus dat komt nu dan nog even. Zo, kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen om te huren. Een diamantboor. Met bijbehorend apparaat. En daarmee kan ik hierboven een gat gaan boren. Dan moet ik eerst even wat balkjes doen, dat hij erop kan rusten en zo. En dan ga ik er boren. Het is gelukt om er doorheen te komen. En dat kan ik ook buiten laten zien. Kijk, daar is hij doorheen. Eén probleempje. Ik krijg hem nog niet weer terug. Maar daar kom ik vast ook uit. Het gat is er. En ik heb best wel lamme armen. Hij zit echt, echt heel erg vast. Ik heb even gebeld met Boels. Ik weet nu ook wat het gaat kosten als ik hem er niet heel uit krijg. Ja, ik denk dat het echt niet gaat lukken om hem er heel uit te krijgen. Dus dan maar in stukjes. Zo,
Dat was een klus op zich, maar hij is eruit. Normaal is het zo dat ze slijtagedelen rekenen bij de huur van dit soort dingen. Dus hoe ver de tandjes zijn afgesleten. Ik denk als je dat zeg maar neemt, dan zijn er 3000% slijtagedelen. Er is niks meer van over. Maar hij is er wel uit. En dat was het doel. En ik heb een gat in de muur. Dat was eigenlijk het doel, gat in de muur. Nu een ander shirt en snel dit ding terugbrengen. Ik heb het er even weggehaald, maar nu ik de buis klaar heb, kan ik ook de koof eromheen maken. Een klein richeltje waar ik rekening mee moet houden, maar daar kom ik ook wel uit. Zijn er nu allemaal. De koof is bekleed. Dus nu kan ik de echte plafondgipsplaten erop gaan doen. Dat vind ik wel echt, echt fijn. Dan zie je in één keer zie je de boel veranderen. En in rap tempo ook. Dus op naar de eerste en de volgende gipsplaten. Nu mijn plafonnetje dicht zit, op naar het volgende. En dat is die balk. Daar, met slopen is daar het hout weggehaald. Misschien achteraf had ik daar iets voorzichtiger mee kunnen doen en daar iets meer kunnen laten zitten. Maar hebben we heel erg lopen dubben. Gaan we die balk ook helemaal met gips doen en ook stukken en zo. En uiteindelijk besloten. We houden dat toch met hout bekleed als authentiek detail. Betekent dat ik dat nu weer moet gaan herstellen. Nou, kijken hoe we dat gaan doen. Dingetjes die ik nog wilde doen, maar nog even had laten liggen, was dit ding. Dat is van het zonnescherm. Ja, zo'n raar opbouwding, dat vind ik gewoon echt niet mooi. En als toch de hele wand gestuukt wordt en zo, dan moet die ook maar gewoon weggewerkt worden. Dus doe maar.